Gast, wat de fuck is dat voor kleur? Hij is 3 kleuren bruin. Wat? Zie ik er moe uit? Valt mee. Valt er wel mee. Ja, met een hele grote snoep gevangen. Maar ja, die mag niet opeten. Ah, dat meen je niet. Balen. Kijk, ik heb mijn vingers omhoog. Zo. En die snoep. Ja. Shit zeg. Kijk eens wie we daar hebben. Goedemorgen iedereen. Nou, kleed je aan. Groot thee zetten. Vis vangen. Probeer. Dat kan ook. Honger. Trek. Maar Dan en ik waren in een goede bui toen we net wakker werden. Dus dat houdt alles goed, hè? Mensen die gewoon legit echt expeditie Robinson doen. En weet je wat het verschil is? Die zitten met 30 graden op een eiland met een heel mooi gebied. Het is de kou die het erg maakt, weet je wel. Anders dan, zoals als ik het warm heb, heb ik wat minder snel honger. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Hey Daniel, ja. Moet de partij scheiden, gast? Ja? Nou, het is dag 3. Het is voor het eerst dat ik aandrang heb. Maar ik heb echt het gevoel dat ik gewoon een meter uitleg zo, hè? Ja. We hebben geen meetlint bij ons, dus dan weten we dat in ieder geval... Ja! Nee, kut, ze zit op de bodem. Oh. Voel een tik, ik denk ze zit... Ja. Ik maak hem even los, maar weet je, draai jij niet voor mij binnen? Draai ik die voor jou binnen. Helemaal binnen? Maar weet je hoe je dat officieel moet doen als je nu moet kakken in de natuur? Nou. Dan moet je eens, moet je een scheppie meenemen. En dan moet je dus eigenlijk gewoon even een scheppie, even een gaatje graven. En hem verdwijnen. Eén maken met de natuur. Nou, dat bemesten gewoon het hele land die straks. Ja, nou, ik twijfel wel of ik het ga inhouden of dat ik ga zitten hoor. Nou, ik ga het inhouden. Een beetje koud. Ik denk dat het dan een ijspegel is voordat hij de grond raakt. Maar ik vind het op zich. Geen heel slecht idee, toch? Nee, ja, misschien als mijn aandrang echt zo heftig is, ja, dan moet ik wel, want dan, ik wil niet in mijn broek schijten natuurlijk. Maar dan moet je hem dus begraven. Ja, en dan gaan we ook gewoon een grafsteen ervoor maken. Wat staat op het graf van een gamer? Hé? Game over. Heel slecht. Ja, je kent me toch? Ja, ik vind hem wel goed. Dat ging echt ook van links naar rechts. Ja, mooi. Dom, vang nou eens wat, man. Ik heb honger. Vraag me af wat ik moet poepen. Zuster hem in, die komt er rechtstreeks uit. Die is gewoon niet verteerd. Gisteren, je gaat niet geloven. Ik vaar daarheen om die, om dat stoeltje te halen. Ja. Er zit gewoon een ijsvogel, zo lekker zo te chillen. Nee. In een boompje en ik vaar zo recht naar hem toe. Ik stop 2 meter van hem af, toen beschrok hij. Nou. Ja, zo gewoon stil. Maak me nou niet jaloers, Daniel. Sorry, man. Maar? Ik ga nou eentje zien, schat. De meest bijzondere vogel die ik heb gezien ben jij. Ik vind jou een beetje een rare vogel, namelijk. Ja. Nee, daar kan ik wel inkomen. In een vogel? Ja, vroege vogel. Vroege vogel. Ja, dat ben je meer een vroege vogel. Ja. Daniel, hoe gaat het met je maag? Ja, ik heb het idee, omdat het nu zo lang leeg is, en zo lekker heb geslapen, dat ik minder last van heb dan gisteren. Beetje over je dode punt heen, hè? Ja. Ja, het is een soort van, als nu het lichaam zegt... Het is net een kind, je maag. Die de hele tijd loopt te zeuren om iets. En op een gegeven moment stopt hij omdat het geen zin heeft. Ja. Zo voelt het een beetje. Ja, gisteren had ik echt last van. Maar nu nog, in ieder geval nu nog niet, op dit moment. Maar heb jij er last van? Nou ja, het rommelt een beetje. Maar ik heb niet meer die extreme instinct van... Je moet eten, moet eten. Laten we even een klein stukje naar rechts gaan nog. Ja. Helemaal uit de stroom. Ja, maak ik daar nog verworpen. En dan gaan we kijken of vuurtje aan kunnen krijgen. Deze. Lekker! Je moet ook schijten, man. Oh yeah! Moet je ook schijten? Daniel moet ook schijten. Heel goed. Zullen we gewoon allebei gaan schijten en kijken wie de grootste drol heeft? Omdat we allebei niks gegeten hebben. Ja, het was wel een bevergek. Het was een bever. Hij is weg. Het was een bevergek. Zei je toch dat een bever was? Ik zag net een bever. Ik zeg tegen Don, is dat nou een bever of een tak? Ik zag zo'n ding in het water liggen. Heel overdreven. En ik denk, het is zo'n grote tak. Dat kan nooit een bever zijn. Het is gewoon
mokergrote bever, gek. Oh, die kringen zijn groot, hè, die bever. Ja, dat zei ik toch. Ja, hoe denk je dat ze zo'n hele fucking boom omknagen? Koeien zien er heel lief en heel bedreigend tegelijk uit. Zo, is zo raar. Ik moest altijd de stront scheppen in de koeienstallen, ging ik helpen. En dan schoot ik hier uit met een hooivork. Al het stront in mijn bek. Oh, hey Daniel, als we nou zo'n dikke knoeper vangen, wat kunnen we wel niet meenemen? Ja, er zijn wel regeltjes over vis meenemen. Je mag niet alle vissoorten meenemen en er zijn minimummaten. Bijvoorbeeld de snoekbaars, die wil ik eigenlijk liefst vangen, want die is echt gewoon super lekker. Die moet 42 centimeter zijn. Die regeltjes die kan je online vinden, op de site van Sportvisser in Nederland. En ja, er zijn gewoon wetten over. Ja, ja, oké. Okay. Je moet ze tijd geven om te kunnen ontwikkelen dus. Ja, want dan hebben ze minimaal 1 of 2 keer gepaard. Vang er even een dan. Ja, ik doe mijn best. Dan kunnen we even aan het spit dreigen. Ja. Zo, dat zou lekker zijn, een visje. Stoelbaasje. Hou is goed te bikken, die andere. Je wel vis eten, hè? Ik vreet alles. Echt een prullenbak gaan. Beetje het gevoel alsof we Minecraft in real life gespeeld hebben, Daniel. Ja. Een klein bootje, vissen, vuur, huisje. Ja, hier, die munt vast. Is dat munt? Ja, dat is munt. Die is munt, ja. Munta aquatica. Munt? Geen munt. Nee. Niet? Wat leek het erop? Ja, het lijkt heel erg. Dit is een dikke bedrieger dit. Of geen munt. Wel brandnetels. Lekker. Zo lekker. Ja. Oh, ik moet nog steeds poepen, gast. Ah, deze prikt in mijn vinger. Ik denk dat we hem wel hebben zo, man. Ik denk dat we hier wel een teetje mee kunnen zitten. Ja. Ja, het is een beetje een prikkelig bosje dit. We hebben nu een mooie mix van watermunt gevonden door onze grote vriend Don. Die zegt ineens, moet je kijken, er staat daar munt. Nog een klein bosje erbij? Ja, water erbij, inkoken. Ik vraag me af of munt, of dat onkruid is, munt. Ja, onkruid bepaal je zelf wat dat is, toch? Het is gewoon een kruid wat je niet wil. Maar wij willen dit kruid. Ja. Dus het is voor ons geen onkruid. Onkruid vergaat niet. En dit wel zo meteen in onze pinch. Nou ja, het blijkt dus ook wel weer dat wij onkruid zijn, anders waren we er niet meer geweest. Zo, wat een boom is dat. Dit is echt de droom van iedere hipster. Een dikke top. Zo flap, zo. Nee, maar het is toch altijd... Ja, van die nette vrouwtjes bestellen dit toch altijd als ze naar een restaurantje gaan. Ja, vegan. Oh, lekkere munt, hè? Met honing. Dat is een goeie, dat zijn mooie blaadjes, man. Ja. Hoog geschonken. Ja. Ik zal hem even een klein beetje aanblazen, we iets meer hitte hebben. Maat, na strovje. Na strovje. Na strovje. Hey, nou vraag ik me af, we zijn nou zo een beetje aan het vissen en een beetje gek aan het doen hier. Maar voor wat heb je nou toestemming nodig? Wat mag wel, wat mag niet met vissen? Wat is een beetje het idee? Sowieso heel makkelijk te zien. Je hebt een app, ik wil even laten zien, een visplanner app. Daarin kan je gewoon kijken waar je mag vissen. Ik gebruik nu mijn GPS-locatie. Dan zie je sowieso alles wat donkerblauw is, mag je met de vispas vissen. Je hebt natuurlijk altijd een vispas nodig. En op ieder water staan ook regeltjes, dus hier staat bijvoorbeeld toegestaan om 's nachts te vissen, nachtvistoestemming. Ja, er zijn nog wat losse regeltjes vaak. En je moet er altijd op letten dat je dan, er zijn wat gedragsregeltjes ook. Ze willen niet dat je met een knalgele tent gaat zitten, er zitten bepaalde afmetingen aan. En ze willen tegenwoordig ook dat als je gewoon 's nachts gaat vissen, neem even een scheppie mee. En als je dan zit te poepen, dat je niet bij iemand op het land poept, maar dat je dat even begraaft. Ook nog op die schep. Kan ook. In ieder geval, je moet altijd een beetje respect hebben voor de natuur. Ja. En je moet altijd even de regeltjes checken. En dat kan je altijd via Sportvisser in Nederland of via de Visplanner app al vinden. Dat is eigenlijk best wel makkelijk. Ja, voor die tent is het meest logisch, denk ik. Want als je een knalgele tent in het midden van het weiland zet, dan kan een beetje de natuur verstoren. Ja, ik moet zeggen, deze thee is de lekkerste die we tot nu toe hebben gehad. Ja, van al het survival gedoe is dit de beste. Maar je hebt echt verse munt gevonden ook net. Ja, muntbomen. En een boom, ja, een hele stronk. Wel veel prut in, maar ik neem het. Ja. Beetje calorietje. Hij is echt heel goed, deze man. Ja, maat. De aandrang is voor het eerst, hè? Het is zover. Het is zover. We hebben het lot proberen te ontlopen, maar de ontlasting gaat toch echt plaatsvinden. Ja. Uitwerpselen. We gaan voedingsstoffen begraven. Nou, ik denk dat er niet heel veel voedingsstoffen in zit. Kom. Een gat graven, man. Hey, ga hier het hoekje om. Dan zie ik jullie later, ja? Ik moet nu al lachen. Ik vind het goud, jongen. Is je niet groen van al die munt, hé?
Ruikt hij er helaas niet naar, denk ik niet, hè? Nee. Dit is wel een hoogtepuntje, jongen. Wat zeg jij? Stinkt het? Ja, ik had het niet anders verwacht eigenlijk van Daniel. Hey Daniel. Hey. Ga je dicht? Ik deze knoop terecht. Oh mijn god, wat dat? Waar ligt onder dat papier? Nee, hier. Gast, wat de fuck is dat voor kleur? Hij is 3 kleuren bruin. Wat? Het is gewoon een kinderarmpje. Ik heb mijn best gedaan. Ik vind het een beetje zo. Alles dat heel. Nou. Ik ben benieuwd of die bevers straks denken dat het een tak is. Gaan ze eruit knagen. Ja. Nou, maar mijn eer. Ik ben benieuwd of je gaat overtreffen, maat. Ik ben heel benieuwd. Maar krijg ik dan ook een punt als die van mij groter is, of niet? Oh, het is een proef. Eigenlijk is het een extra proef. Ja, een extra proef. Dag, jongens. Ochtendgymnastiek. Expeditie Robin Drol. Hij is hard. Ja, had ik ook. Oh, deze hier, jongen. Oh, het stinkt. Oh. Ik zei toch dat ik bang was dat het een hele kleine was. Ja. En we hadden het over verstenigen. Ja. Nou, dit lijkt wel een klein versteend drolletje. Maar ik wil een geitenkeutel. Ja, ja. Een grote geitenkeutel. Oh. En nu het gat dichtpleuren. Drollen zijn weggewerkt. Ja. Ja. Ja, het lijkt net of ik nog niet aan het werk ben. En dat klopt ook helemaal. Jij bent al klaar? Nee, ik ben al klaar, ja. Wat moet ik doen, hè? Zo'n slaapzak. Ja, maar die slaapzak zei dat je moest drogen. Ja, maar dat moet ik thuis maar doen. Die slaapzakken zijn dus helemaal nat geworden. Maar die zegt, Daniel zegt, je moet ze laten drogen. Maar ik wilde ze inpakken, maar dan moet ik ze toch nog inpakken. Dus nu lijkt net dat ik niks doe. Nou, ik ga het maar doen. Ze zijn echt zeiknat, man. Kut, man. Heb jij daar ook altijd last van? Oh, het is mijn zeiknat. Nee, man. Eigenlijk niet. Nee, dan moet ik ze thuis gaan drogen. Kijk dan niet zo meteen in de stront zetten. Goeie kak. Eerst die clip los, deze. Zo. Ja, hij is los, hij is los. Het is makkelijk om van bovenaf te werken. Klopt, joh. Ruik naar koffie. Haal erin proppen, kom, kom, kom. Ja. Piespesas. Don, ik vind dat jij wel waardig hebt gestreden, waardig hebt bewezen als echte Robinson. Daarom heb ik een cadeautje voor jou. Dat is top. Oh, kijk eens even. Ja, gaat ze geld erbij pakken? Nee, ik ga geen geld geven. Oh. Je had natuurlijk al vispas 2021, maar ik overhandig jou vispas 2022. Kijk eens even, maat. Dan ken ik gelijk het hele jaar Don. Don? Door? Het hele jaar Don. Don kan het hele jaar door. D. De Jong staat er mooi op. Vispas 2022. Ja, lekker man. Top. Dat is natuurlijk pijn met die kou, hè? Ja. Maar hoeveel saldo staat hierop dan? Zeg saldo. Oh, dus, zo weet ik het niet. Dan mag het terug, hè? Zijn jullie er klaar voor? Ja. De winnaar van Expeditie Robin Don 2021 op de valreep gaat nu beslist worden. In 3, 2, 1, start! Dit gaat er wel, die dikke, ja. Ik ben benieuwd hoe het met de dunne paal gaat. Hij is ook een klein beetje wankelig, zie je dat? Ja. Dat is wel leuk. Maar ik denk, die voorste... Oh gast, moet je eens bedenken, hè. Bij mij ligt helemaal geen koeienpoep, maar bij jou wel helemaal eromheen. Dan heb ik extra motivatie, zo kan je het ook zien. Ah. Jullie mogen naar fase 2. Oh shit. Je moet bedenken, als je nu opgeeft, dan mag je snacken. Niet gast, een ijsvogel! Ja, nee. De laatste fase gaat nu in. You speak about the devil. McDonald's. Yes! McDonald's! Yes! Yes! Winnaar Expeditie Robin Don 2021! Film je mij? Gaat hij mij filmen, die lul? Emotie, jongen. Emotie. Frustratie. Hey Don. Vernedering. Ja, Daniel. Ja, ik ben zo blij. Dit had ik nooit verwacht. 30 dagen strijden hier in de Nederlandse Ik mijn eigen show. Ik sta 2-1 voor. 2-1. En jij wint 3-2. Ja. Sogonia, Baradichirua! Sogonia! Ik ben een tevreden winnaar van Expeditie Robin Don. Ik ben blij met de strijd, maar de grootste strijd was gewoon de mentale strijd, de hongerstrijd. En niet per se de proeven. De proeven was super leuk om te doen.
En ik moet toegeven, Don, eigenlijk had je die met het vuur wel moeten winnen, omdat jij gewoon als eerste vuur had. Maar... Wow. Dat vind ik een schrale troost, maar ik vind het een respectgebaar fantastisch. Maat, weet je wat wij gaan doen? Eigenlijk schaal. Nou man, dat was hem. Het was een avontuur. Ja. Jij bent vaker in de natuur te vinden, maar ik is minder, maar ik heb ervan genoten, man. Wat vond je nou het leukst? Het klinkt heel stom dat jij moest schijten. Ja? Ja, dus ik heb het meeste moeten lachen. Ja? Maar ik vond het ook wel, dat was meer het meest grappige. Ja, ik heb gewoon van het algemene plaatje genoten, man. Ja. Lekker in de natuur en als we dan die vissen die we gevangen hebben en opgegeten hebben, dan voelt het ook een soort van als een beloning. Ja? Hè? Ja. En dan voelt het soort van alsof je dankbaar bent voor de natuur. Van, hey, gewoon lekker visje, man. Ja, dat is gewoon, ik vond het leuk om dicht bij de natuur te staan. Koeien hier, paarden daar. IJsvogeltje, bevertje. IJsvogeltje, bevertje. Ja, Daniel die poept. Eén met de natuur. Het was geweldig, man. Maat. Maar laten we gelopen. Ik heb honger. We gaan even Mackie halen. Of KFC, wat er ook in de buurt is. Oh. Zin in. Ik ben er ook echt lang mee. Ja, ik ook. Volgende keer lekker weer. Ik voel mijn tenen niet meer en het puntje van mijn piemel.